Hoi, ik ben Ranky. En dit ben ik, trainend voor de Olympische Spelen. De Paralympische Spelen. En dit jaar ga ik naar Rio. Hoe ik zover gekomen ben, dat zal ik je vertellen. Dit is de wijk waar ik ben opgegroeid. Dit is mijn oude huis, nummer 26. Dit zijn mijn matties, Avelino, Chubby en Valdi. En dit zijn zijn broertjes, die schreeuwden het hardst. Dit is mijn lieve zusje, die had ik altijd op sleeptouw. We waren altijd bezig met sporten. Ik trainde wel 5 keer in de week. En ik droomde ervan om mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen. Lijn D nam ik iedere dag naar school. Maar school, dat ging me niet best af. Rekenen, taal, techniek, Duits, Frans. Shit man, leren was gewoon mijn ding niet. Mevrouw Van den Broek, die was er altijd voor me. Maar zij wist ook dat ik niveau 2 niet zou halen. Toen bleek dat ik een verstandelijke beperking had. Best gek, ik ben dus blijkbaar anders. Maar wat is dat eigenlijk, anders? En wie bepaalt dat dan? Toen kwam ik in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Ik werkte in die tijd in een broodjeszaak. En samen met die Wajong kon ik toen goed rondkomen. Ik ben gaan nadenken over de switch van Olympisch naar Paralympisch atletiek. Best een moeilijke keus, maar daar heb ik uiteindelijk wel voor gekozen. En nu? Nu train ik met de selectie op Papendal en heb ik een A-status. Dus ben gestopt met werken bij de broodjeszaak. En dit jaar ga ik naar de Olympische Spelen in Rio. Wat wil ik hier eigenlijk mee vertellen? Misschien anders zijn is zo slecht nog niet. Het belangrijkste is dat je doet wat je leuk vindt. Volg je hart en geniet ervan. Groetjes, Ranky.